Hoi, ik ben Bianca Ladyby van Asian TV. Ik sta hier met Mailan, Playmate van het jaar 2008. Nu je ook connected bent met Azië, heb je dan ook veel meer met Isle of Asian? Ja, natuurlijk. Wat dan? Isle of Asian is gewoon super. Die Aziaten die feesten toch net even iets anders dan de gemiddelde Nederlander. Ik ken jou van vorig filmpje. De presentatrice van Hollywood en Asian TV geloof ik ook. Nee, Asian TV nog niet, maar wie weet hè, ik ga het samen doen. Yeah. Wat ik al net zei, Playmate 2008. Oké, nou, in 2007 ongeveer heb ik mezelf opgegeven voor een wedstrijd. Kon je eigen foto insturen naar Playboy en op een of andere wonderbaarlijke manier kwam ik daar uit de machine rollen. En na een wedstrijd op de radio met Eddie Zoe ben ik uitgekozen. Hoe oud was je toen? 19. Hoe oud ben je nu? 22. Wauw. Ja. Maar toen heb ik de shoot gedaan voor het decembernummer, wat altijd een beetje een speciaal nummer is. En ja, daar was ik super trots op. Dat was echt heel erg leuk. En daarna ben ik dus Playmate van het jaar 2008 geworden. Wat betekende dat ik naar de mansion ging. Dus je hebt Hugh Hefner fucking ontmoet. Maar hoe was hij? Ja, nou, iedereen vraagt gelijk, ben je ermee naar bed geweest? Nee, ik heb niks meer geschud als zijn hand. Ben je vrijgezel? Nee. Maar ik snap wel waarom die meiden erop vallen. Op een of andere manier is het een hele charismatische man. Kunnen we jou verwachten in de toekomst? Nou, ik hoop inderdaad meer interviews te gaan doen zoals jij nu doet. En ja, ik hoop gewoon meer presentatiewerk te gaan doen, want dat, ja, dat is gewoon heel erg leuk. Geen Playmate 2011 of 12? Nee, ik doe nog steeds Playmate feesten en host, weet je wel, dat soort dingetjes. Promotiewerk doe ik daar nog steeds voor, maar ik wil me nu toch echt hoofdzakelijk op televisie richten. Als mensen meer over jou willen weten, waar kunnen ze googlen, waar kunnen ze naar je website toe gaan of iets, op Twitter, Facebook? Ja, we hebben een algemene website, dat is playgroundagency.nl. En daar vind je eigenlijk alle informatie van mijn management, waar nog veel meer Playmates bij zitten van het jaar. En ja, daar vind je eigenlijk alle laatste nieuwtjes. Mailan, Ladyby en I Love Asian TV. Nog één vraagje. En ik kan je papiertje laten zien, het moest niet van mij. Het is niet mijn vraag. Heb je wel eens met een meisje gezoend? Nee. Oké, dat was het. Ja, it's a fact that it's the best party in Holland. Geweldig, geweldig. Dat is mooi. Mannen, is lekker! Ik weet het zelf. Snap je? I love Asian.